Het alweer derde stuk dat wij gaan spelen heet The Bass in the Ballroom. En het is een stuk voor de bassuba en orkest. Het bestaat uit twee delen, een tango en een wals. Die hoor je natuurlijk in de ballroom dansen veel. Het stuk is geschreven door Roy Newsom, een hele bekende Britse componist en dirigent. Dit stuk werd een van zijn beroemdste werken. En het zal vandaag worden gespeeld door de enige echte S-bas van ons orkest, dat is Gijs. Gijs gaat onze solo hier dit stuk verzorgen. Gijs is begonnen op blokfluit en is daarna begonnen met het spelen van de bariton ook in het orkest. Hij speelt nu 4 jaar bariton en hij speelt nu net een halfjaartje bastua en hij vindt dit echt een heel leuk instrument. Hij heeft het gehoord en hij dacht, ja, dat is echt iets wat ik nou zou willen spelen. En nu mag hij dus de grote solo in dit stuk spelen met ons orkest. Thank you.
pak even een lek van. Heb jij familie hier? Ja. Waar zit hij? Het is ongeveer 2 uur rijden naar Rotterdam. Ik had echt zulke muzikanten echt prima gebruikt in het orkest. Maar hij wil zo graag, dus... Hij wil ja, zo graag, dus ja, dat moet ik even vechten. Maar ik ben hier op maandag, dus ik weet niet of je dat mag doen. Huiswerk. En dan, ik weet ook gezien heb, op een gegeven moment doet hij gewoon nonchalant. Ja. Zo super duik. Ja. En toen was er nog een solist. En die solist die zie ik aanstaande maandag bij mij in mijn jeugdorkest en die speelt bas.